Welkom in deze boodschap, gechanneld naar aanleiding van het 777-portaal. Met het openen van het krachtige portaal worden meer mogelijkheden beschikbaar voor het collectief. En dit vraagt natuurlijk dat elk voor zichzelf ook het nodige werk doet. Wat meer mogelijkheden vraagt ook om meer verantwoordelijkheden. Naarmate de hogere energieën op aarde geankerd worden, zal meer en meer mensen in staat zijn om vanuit hun energie te helen en te manifesteren. De ruimte om fouten te maken zal geleidelijk verdwijnen. En net daarom is het belangrijk dat het proces en meer nog de kracht om energie te sturen serieus wordt genomen. Niet iedereen kan en zal zomaar toegang krijgen tot de hogere realiteit die via dit portaal is geopend. De deuren zijn open en bedoeld voor iedereen. Echter vraagt het om de nodige zelfreflectie en groei. Wat jullie allemaal kennen, namelijk onder ascensie, bewust worden. Velen verwachten dat er een hemel op aarde komt, maar dat is een illusie. De aarde is een leerplek, de plaats waar je als ziel kan experimenteren en leren over de dualiteit. Omdat net in die dualiteit en in de contrasten de beste leermomenten zitten om jezelf te ervaren. Enkel door de weerspiegeling van je eigen energie in een andere mens kan je als ziel ervaren wat het betekent om je authentieke energie door je fysieke incarnatie te laten stralen. Er zijn geen verkorte routes op het pad van ontwaken, want ook dat is een illusie. Wel zijn we hier met velen aanwezig vanuit het Arcturische Rijk om nieuwe healingsmethodes te verankeren op aarde. De universele vlammen zijn hier de meest toegankelijke en voor iedereen beschikbaar. Meer geavanceerde en gecompliceerdere technieken zijn er ook, maar die werden voornamelijk gebruikt door afstammelingen van het Arcturische Rijk, net om openingen te creëren in het kristallennetwerk. Zie het alsof er enkele fijne stralen zon doorheen een dicht wolkennet zou schijnen. Dat was wat het betekende begin vorige eeuw, toen de eerste Arcturiërs geïncarneerd zijn met als taak om de aarde voor te bereiden. Ze deden fantastisch werk waardoor de jongere generatie Arcturiërs nu in staat waren en zijn om de healing en ascensie naar een hoger level te brengen. De energieën de komende maanden zal blijven omhoog gaan. En hierdoor zal het voor veel zielen die nog vastzitten en verbonden zijn met het oude gerit rond de aarde lastiger worden om hier te leven. Het zal uiteindelijk ondraaglijk worden, waardoor ze zullen beslissen om de aarde te verlaten. Aardse leeftijd maakt niks uit. Want het gaat om de maturiteit van de ziel, nooit om hoe oud ze zijn in aardse jaren. Vele jonge kinderen zijn namelijk veel ouder en wijzer dan hun ouders. Reden waarom er zoveel probleemkinderen lijken te zijn. Maar dat heeft als doel om een schokeffect teweeg te brengen in het onderwijssysteem, dat volledig voorbijgestreefd is. De verandering in het onderwijs is ingezet en zal naarmate we 2029 naderen, duidelijke, zichtbare veranderingen doorgemaakt hebben. Verwacht hier onstabiliteit en heel wat uitdagingen. Maar hou voor ogen dat er een nieuw template met betrekking tot onderwijs, aangepast aan het leven vanuit een hoger bewustzijn, het doel en de visie is. Betrek de kinderen, want zij weten en voelen wat nodig is. Van nu tot aan de komende Leeuwpoort, 8 augustus, dan zullen de verschillende tweelingvlamkoppels zich herinneren. Sommigen eerst in energie, om later, naarmate de aarde gestabiliseerd is en gewoon is aan de hogere kanalen in het fysieke, dan zullen ook andere tweelingvlamkoppels in het fysieke samenkomen. Dit is ook de belangrijkste reden waarom tweelingvlamkoppels niet allemaal op hetzelfde tijdstip samenkomen in het fysieke. Dit zou echter een schokeffect teweeg brengen in de aardse frequenties, waardoor elke ziel gekoppeld aan de aarde en nog trillend, dus resonerend met lagere energieën, die schok niet zouden overleven. Hun fysieke lichaam kan dat eigenlijk niet aan. Er zou een oversterfte zijn en te veel zielen zouden de kans op waardevolle lessen mislopen. Dus vanuit het oogpunt van het collectief moeten tweelingvlamkoppels meer nog vertrouwen op het proces en de timing. Ze zullen het voelen wanneer het tijd is en tot die tijd is focus op het eigen leven het belangrijkste en de eigen groei prioritair. Te meer tweelingvlammen individueel een belangrijke taak hebben.
namelijk de eenheden zichzelf materialiseren. Dat maakt een eenheid tussen beide partners moeitelozer en van dienst voor het grotere collectief. Verder willen we jullie de boodschap meegeven dat het niet nodig is om het proces te controleren, nog te forceren. Niets zal aan het toeval overgelaten worden en alles wat niet afgestemd is op jouw pure authentieke energie zal een vroege dood sterven. Projecten, ideeën, visies vanuit de verkeerde energie, zoals bijvoorbeeld vanuit angst, vanuit materialisme naar geldtekort of in relaties naar verlatingsangst bijvoorbeeld, niets van dit alles zal nog een plek krijgen. Waardoor dat de zaden die daarvoor geplant zijn ook niet zullen ontgroeien en kiemen. Kortom, vertrouw dat alles geleid wordt voor het hoogste goed van iedereen en laat de magie in je leven zijn werk doen. We zijn met dit krachtige portaal aan een nieuw level, een nieuw hoofdstuk in de globale ascensie van de aarde en het universum begonnen. Mogen alle mogelijkheden voor je open zijn, de afgevaardigde van de Galactische Raad.